Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. Vandaag gaan we weer met het Nederlands elftal spelen. We spelen tegen Rusland. Het is vriendschappelijk en ik heb echt een hele nieuwe opstelling. En ja, ik weet niet of het wat gaat worden. Het is vrij aanvallend, denk ik. Maar goed, ik denk ik ga het gewoon proberen. We beginnen met Zoet, De Vrij, Van Dijk en Bruma. Wijnaldum en Ramselaar op het middenveld. Promes op rechts, Bergwijn op links. Van de Bos daar net een stukje voor, Depay ook. En dan Jansen. Kijk eens even, jongens. Twee aanvallende middenvelders centraal. En ja, zeg maar een soort van vier vleugelaanvallers en één spits. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat spelen. Hebben we hier de Russen? Ja, ik geloof het gelijk. We gaan gewoon lekker spelen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit speelt. Eens kijken of Van de Bos ook een beetje uit, uit de verf komt. Speelt wat aanvallender dus. Hoeft hij niet zoveel meters te maken. Hij is niet zo snel. Dat weten we inmiddels. Ja, vooral het middenveld met Ramselaar, Wijnaldum. Ik vraag me af of dat debat gaat worden. Maar goed, we gaan het zien, jongens. Maak het uit. Het is vriendschappelijk. En we staan al bijna edel achter. Zo is het ook. Maar niet helemaal. Nu hebben we eindelijk de bal. Eens kijken. Promes. Er zal een hoop aan de zijkant gebeuren, denk ik. Promes gaat diep. Goed gedaan, jongen. Geef een goede voorzet nu. Dat niet. Wijnaldum dan op Jansen. Promes krijgt hem terug. Oh, bijna, bijna, bijna. Jongens, jongens. Ik ben zo benieuwd of het dat gaat worden. Ik ben eigenlijk helemaal geen fan van dit soort opstellingen met de dubbele vleugels of zo. Moet je je dan bij voorstellen. Geen idee, maar... Ik denk, probeer het gewoon eens een keer. Waarom ook niet? Als je het niet probeert, dan weet je het niet, hè. Kom op. Even een balletje pakken. Verdedigend zullen we wel vrij zwak zijn, gok ik zo. Maar shit happens. Promes. Is eruit. Goeie bal op de paai, wou ik zeggen. Maar het slaat helemaal nergens op, die paas. Nou, hij heeft hem weer terug. Dat scheelt. Dan, Van de Bos. Wijnaldum. Ja, loopt dan door, Wijnaldum. Daar was ik helemaal op voorbereid. Ja, die gaat op zijn muil. Zo, morgen. Gewoon even van achteraan getikt. Op het moment dat je wil passen. Oh, lekker doorspelen, joh. Het maakt uit. Mag toch gewoon. Lekker weggekopt. Nou, Wijnaldum nu dan. Van de Bos, goede bal op Promes. Promes weer op Van de Bos. Die was goed doorgelopen. Van de Bos dan op Jansen. Goede bal op Jansen. Ja, heerlijk. Zo moeten we dat zien, jongens. Goede bal van de Bos. Zie je, zo komt hij beter tot zijn recht. Goede steekbal. Precies op maat. En Jansen onder de keeper door. En het is 1-0. Op T. Eens kijken. Had hem bijna. Jammer. Oh, Ramselaar. Lekker gedaan, jongen. Dat is toch wel weer jammer, want die was aanvallend altijd wel goed. Dat missen we dan nu natuurlijk wel weer, maar goed. Misschien komt Depay zo ook wel wat beter tot zijn recht. Depay hier ook goed. Ah, jammer. Ramselaar. Van de Bos. Goeie bal op Wijnaldum. Wijnaldum. Wijnaldum die bereikt geen medespeler. Dat is dan weer jammer. Kom op.
Possession changing hands here. Crowd urging Holland for Ramselaar, dan toch even in de aanval niet. Gaat er goed voorbij. Oh, pff, gaat er niet in. Jongen, jongen. Het scheelt het. De Pai dan. Goeie bal op Jansen. Jansen, ja hoor. 2-0. Toch goede spits hoor, die Jansen. In het begin had ik toch wat moeite met hem, maar het gaat steeds beter. Goeie bal van de Pai. Dit keer Jansen schiet hem erin. 2-0. Hoppatee. Ik vind het een goede opstelling tot nu toe. Kom op. Misschien toch, als je tegen een wat betere tegenstander speelt, een iets verdedigender in de middenvelder. Het zal op de kosten gaan van Ramselaar, vrees ik. Van de Bos dan. Oh, niet de bal. Als je dan bijvoorbeeld Brazoer of zo op het middenveld zet in plaats van Ramselaar, zo'n soort speler. Iets verdedigender. Of gewoon vol op de aanval. Bam. Hollandse school. Ah nee, dat is 4-3-3, hè. Nou, Ramselaar. Waar is mijn linksbuiten? Depay en Bergwijn die zijn allebei achtergebleven. Dat verwacht je nou niet. Wie, oh wie. Oh, Jansen. Dit is niet best. Nou ja. We vergeven het je. Je hebt al twee keer gescoord. Zo is het ook. Nou, eens even kijken. Gewoon lekker doorspelen, toch? Op T. Promes. Wijnaldum op Van der Bos op Depay. Depay goed eromheen. Depay schiet, wordt geblokt. Doet Jansen dat nou? Mag er hopen we niet. Bruma heeft geel. Waarom heeft Bruma geel? Maakt niet uit, gewoon doorspelen. Ja, dit is goed. Van de Bos dan. Ga zelf maar. Oh, sliding. Kom op. Jansen. Op de Pai. Goeie bal. De Pai. En die gaat mis. Jongen, de Pai, man. Echt, van hem had ik echt veel en veel meer verwacht. Ik had hem nog met Feyenoord willen kopen. Ik denk een seizoen of 2-3 geleden of zo, maar. Ik ben blij dat het niet gebeurd is. Zou je net zien dat hij er nu 3 in schiet. Lekker Van Dijk. Hup, Van Dijk ook in de aanval. Oh, goede bal op de Pai. Ja, jammer. Goed bezig, jongens. Nou, Van der Bos. Kom op, man. Nou. Ik weet niet, maar. Je had best mogen schieten voor mij. Lekker de Vrij. Hoppatee. Hup, doorgespeeld. Zo, bam. Niet eens vrije bal, hè? Wauw, dit spel, jongens. Het wordt er niet beter van. Goed teruggelegd. Weer goed. Nou, moet er maar een keer geschoten worden. Oh, zo. Dat scheelde dat. Niet zoveel. Oh, die ging echt maar net over. Nou, we gaan even wisselen. Boetje is er maar in. Ah, Bergwijn is nog niet eens zo heel moe. Promes is moeier. Van de Bos er dan maar uit. Zetten we Castaños daar gewoon. Maakt het uit, jongens.
En Klaassen voor Wijnaldum. Hoppatee. Ik vind het mooi zo. Komt u maar. Ik zou wel Naldum ook nog op links kunnen proberen natuurlijk. Dan hebben we centraal weer een plekje vrij voor een iets verdedigendere middenvelder. Ik denk dat dat nog wel een optie is. Shenikov. Keeping possession. Oh. Dead touch. He's found some room. Lekker Boetius. Attack comes to nothing. They've got to be careful not to get caught on the break here. Oh, that is frustrating. I thought there was something in that, but now they have to get back and get their shape. Go up Depay. Depay, doe hem er nou in. Hij scoort. Nou, dan mag ik wel een keer. Had al een paar aardige kansen gehad, maar nu scoort hij dan eindelijk. Ja jongens, dan ben ik toch benieuwd. Wat vinden jullie van deze opstelling? Zal ik deze gewoon blijven spelen? Tot nu toe gaat het lekker toch? Ja, niet dat ik klaar had, want het ging op zich elke keer wel lekker de laatste tijd. Maar oh, lekker aanvallend, hoppatee. Kijk, goede paas. Manieus. Grapje. Het idee was goed, laten we het zo zeggen dan. En hebben. Het is ook wel lekker natuurlijk dat je nu maar met één spits speelt. Want we hebben niet zoveel goede spitsen met Nederland zelf al, hè. Dus één spits is op zich prima. En als Depay dan een beetje zijn vorm gaat vinden, dan komt het helemaal goed. Jammer. En die backs die lopen de hele tijd met die binnenste buitenspeler mee, om het zo maar even te noemen. En de buitenste buitenspeler zit elke keer vrij. En dan schieten we gewoon vol op de paal. Maak het uit. Blazen met een kutpaas. Zo, hop. Gewoon vol tegen de grond gelopen. Castanjos dan. Nou, doe maar. Ja, nou gaat hij er wel in. Lekker, 4-0. Nou, ik ben wel blij met die opstelling. Wat jullie, jongens? Even polletje. Wat vinden jullie ervan? Van de opstelling, ja of nee? We houden het simpel. Ik zeg ja. Alleen wel wat meer buitenspelers gaan selecteren. Ja, daar komt Rusland. Eindelijk, daar komen ze. Jongens, de Russen komen. Ramen en deuren dicht. Zet radio of tv aan. Wacht verdere berichtgeving af. Nou, we hebben lekker met 4-0 gewonnen. Rusland had wel meer balbezit. We maken het uit. Ramselaar 9,6. Hij is toch gewoon weer hartstikke goed hoor, jongens. Goals, Castanjos, Depay. 2 van Jansen. Assists van Depay. 2 van Ramselaar. En eentje van den Bos. Dus ik denk dat ik hem gewoon zomaar lekker hou. De opstelling. Tenzij jullie echt gigantisch allemaal nee gaan stemmen. Morgen spelen we weer in Interland. Dan sowieso nog een keer deze opstelling. En dan, ja, mochten jullie echt gigantisch nee stemmen, dan gaan we wat anders doen natuurlijk. Maar ik ga er niet vanuit. Want je wint niet voor niks met 4-0 natuurlijk. Nou, gaan we Rashford met trainen. Maak het uit, op 2. Misschien wordt hij nog beter, je weet het niet. Op T. Van de Bos op Interland is de Rashford weer lekker getraind worden. Joepie. Nou, toch weer wat erbij. Voor zover dat nog kan. En dan gaan we morgen tegen Hongarije spelen. Ja, zo is het ook. Nou, bedankt voor het kijken.
Hopelijk dus tot morgen. En dan spelen we volgens mij dus tegen Hongarije zo om het vlaggetje te zien. Later.